Welkom bij de Tim Veninga Show nummer 39. Ik ben hier weer samen met Sander, mijn lieftallige assistente. Ja, weer zo'n originele opening van de podcast. In ieder geval, we gaan deze keer gaan het hebben over hoe te praten met vrouwen. Wat je wel moet zeggen, wat je niet moet zeggen. Wat voor dingen je vooral niet moet doen. En ja, een simpel trucje wat Tim gaat geven hoe je wel goed een goed gesprek kan voeren met vrouwen. Ja, want het is wel grappig. Zeg maar de nummer één vraag van gasten die ik krijg is van wat moet ik zeggen tegen een vrouw? Of, ook als ik op een vrouw afstap en ik sta met haar te praten, het eerste wat ze na afloop zeggen is van wat heb je tegen haar gezegd? Van, wat zeg je om ervoor te zorgen dat ze dat zo doet? En ik heb dit zo vaak herhaald van als je chicks wil fixen, je wil zo min mogelijk zeggen, je wil dat er zo weinig mogelijk uit je mond komt. Hou korte zinnen, zo min mogelijk woorden. Hou het heel eenvoudig en denk niet te veel over na. Maar heel vaak komt dit hele idee bij gasten totaal niet aan. Dat is zo grappig, want toen je zo'n maand geleden, toen we die meet-up hadden hier, toen liet je dat hele gesprek van A tot Z zien met die chick, met die videobeelden erbij, wat er nu in mensen meestal hebben staan. Daarin zei je dus echt zoveel minder dan ik dacht dat je zei. En ik ken je, ik ken je al 4 jaar. En dat was eigenlijk de eerste keer dat ik echt helemaal van aandacht zat op videobeelden heb gezien. En je zei zoveel minder dan ik dacht dat je zei. Ja, het is heel grappig inderdaad. Normaal gesproken als je zo'n video pakt, pak je de highlights eruit waarbij ik iets cool zeg. Maar als je echt een A tot Z moment, van het moment dat ik een vrouw ontmoet, dat ik bij mijn vrouw in bed lig, dan denk ik dat ongeveer die vrouw 70, misschien wel 80% van de tijd aan het woord is. Ik zeg bijna niks. En het is ook een soort grappig spelletje wat ik doe bij chicks. Ik heb het ooit gejat van een chick die het bij mij uithaalde. En dat is echt afschuwelijk. Maar nadat ik een chick gebankt heb, leg ik mijn hand voor mijn ogen. Zeg ik, oké, zeg me, wat is de kleur van mijn ogen? Wat is mijn naam? Wat voor beroep heb ik? Hoe oud ben ik? Hoe kutstreek is dat zeg. Ja. Ze weten vaak je naam niet. Ze weten je beroep niet. Ze weten niet hoe oud je bent. Ze weten niet wat de club van je ogen is. Meestal hebben ze er ongeveer 2 goed of zo. En ik heb al opvallend echt opvallend heel blauwe ogen, zeg maar. Dus het zal iets zijn wat iemand op moet vallen. Ik heb een naam met fucking 3 letters. Maar dan nog is dat, zeg maar, dat is heel vaak helemaal niet waar het om draait. Kijk, wat heel veel de beroep gokken van chicks bij jou is ook gewoon lastig, weet je. De ene keer zit het weer sociaal, wat is het, socioloog, en de andere keer is het een... Meestal ben ik een leraar. Ik geef les in sociologie, waar op zich geen spel tussen te krijgen is. Dat is een 100% waterdicht wat mijn beroep is. Ja, het komt echt zo overeen. Alright, nee, oké, in ieder geval, sorry, ik haal hier van je verhaaltje af. Geeft niks. Jij bent hier om mooi te zijn, ik ben hier voor de inhoud, dus daar hoef jij geen verantwoording voor te nemen. In ieder geval, waar we het over hadden was, wat zeg je dan wel tegen chicks? Nou, eigenlijk standaard, er zijn een aantal standaard dingen die je altijd wil zeggen tegen chicks. 1, je wil iets zeggen tegen een chick dat emotioneel stimuleert is. Voordat je nu gaat zeggen van wat je wel moet zeggen tegen chicks, ga je hierna dan zeggen wat je niet moet zeggen tegen chicks? Of wil je daar misschien eerst mee beginnen? Als ik daar eerst mee had willen beginnen, dan was ik daar eerst mee begonnen. Ah. Oké. Wat wil je wel zeggen tegen chicks? 1. Iets wat emotioneel stimulerend is. Dus je wil iets negatiefs tegen haar zeggen en iets positiefs. Bijvoorbeeld, je zegt tegen haar, wauw, je hebt zo'n ontzettend schattige lach. Maar je ogen zijn een beetje psycho. Zoiets. Negatiefs, positiefs, je pakt daarvan. Als je, voor de mensen die gespreksnieuwen hebben, die krijgen standaard knip- en plakzinnen, waarmee ze dat letterlijk allemaal kunnen kopiëren en gewoon kunnen stellen. Dat zijn alle zinnen die ik eigenlijk gebruik. Als je wil weten wat Tim zegt, dan moet je de gespreksnieuwen-cursus fixen. Okay. En dat is inderdaad een klein e-boekje, maar dat zijn ook letterlijk echt alle zinnen die ik zeg. Eigenlijk door zo'n heel gesprek heen. Je zegt iets positiefs en iets negatiefs. Tweede wat je doet is je wil iets kwetsbaars zeggen over jezelf. Iets kleins over jezelf, waardoor je niet als de stoere gladjakker overkomt. Bijvoorbeeld, een van mijn favorieten is, ik heb een schattig dingetje. Ik doe altijd eerst het nachtlampje aan
Voordat ik ga slapen. En dan pas, dan doe ik het grote licht uit. En dan ga ik onder de dekens liggen. En pas als ik onder de dekens lig, dan doe ik het nachtlampje aan. Het is iets kleins, maar het is een volstrekt bullshit. Maar ik heb het ooit een chick horen zeggen van haar gejat en het werkt prima. Dat wil je in ieder geval zeggen. Het andere ding wat je wil doen, je wil vragen stellen. Mm-hmm. En dit is eigenlijk de belangrijkste truc. Wat ik in deze podcast wil doen. Ja, maar normaal, tenminste ik weet het antwoord wel, maar veel gasten die gaan nu bedenken zich van ja, maar wacht, normaal moet je toch altijd geen vragen stellen, maar statements maken. Ja, klopt. Je moet altijd heel veel statements maken en een goochelhoed opzetten. En je moet vooral heel outcome independent zijn en tegen vrouwen schreeuwen dat ze moeten blaffen als een hond. En zo krijg ik nog wel meer bullshit datingadviezen. Maar in het algemeen, zeg maar, ik ben voor pro-statements maken. Zeker in het begin om iets uit te lokken. Weet je, door opmerkingen over te maken als wauw, je ziet er schattig uit. Wauw, je ziet eruit als een zuster. Wauw, je ziet eruit alsof je 20 bent. Dat is allemaal prima. Van, sterker nog, je lijkt heel jong dingen. In de eerste 10 minuten van een gesprek kan je constant dat soort dingen er wel op afgooien. Mm-hmm. Maar er komt een punt in een gesprek waarop je eigenlijk jezelf ermee kan redden met kortwel vragen stellen als van goh, hoe ziet je favoriete pizza eruit? Stel, je zou je perfecte pizza hebben, wat zou je erop doen? Wauw, dat zou ik echt willen weten inderdaad. Wat zou je liever hebben in je leven? Dat ze een voetbalstadion naar je vernoemen of een universiteit? Wat vind je cooler, een onbewoond eiland of een privévliegtuig? Is het de Proust questionnaire? Nee, dat zijn random. Je hebt de Proust questionnaire, dat is vooral de hoe zou je dood willen gaan? Wat is je favoriete boekenheld? Wat is je favoriete held uit de geschiedenis? Je hebt zeg maar de Proust questionnaire, dat is een lijst. Hij is niet van Proust trouwens, hè, maar hij heeft hem ooit ingevuld. Dat is eigenlijk een soort ouderwets pussy album. Wow, heel interessant. Pak ja. Zeg maar, het is een soort pussy album vragenlijst. Als je ooit nog ergens zo'n fucking pussy album kan vinden, gewoon in de winkel, haal het. Stel die vragen. Pussy album. Ja. Ja, dat is een poëzie album. Als klein kind heb je dat een pussy album, dat weet je toch? Ah, okay. Dat zijn van die vriendschapsboekjes. Op jouw leeftijd heette dat al vriendschapsboekjes. Op onze leeftijd heette dat nog poëzie albums. En dat is zo'n broekje met vragen die al je vrienden dan in moeten vullen. Pak dat soort vragen. Wil je nog oldschooler gaan? Jij weet niet meer wat dat is, want je bent nog te jong hiervoor. Maar je had ooit had je CO2. Nou, nee, ik heb echt geen flauw idee wat dat is. Zeg maar voor huis. Je had zeg maar CO2, toen kwam huis en toen kwam Facebook. Was dat niet MySpace of zo? Nou, MySpace zat er een beetje tussenin, maar dat was nooit echt iets. Zeg maar. Dat was meer voor. Dat was niet jouw ding. Nee, dat was zeg maar in Rotterdam. CO2 was meer jouw ding. CO2 was nog zelf eigenlijk daarvoor nog, zeg maar. Daarvan, dan moest je zelfs nog met kleine shortcodes. Anyway, je had dan een standaard vragenlijst van 101 vragen. Die vertel over je persoonlijkheid over die shortcodes en CO2. Fuck off, sterf. Echt. Ik probeer mensen hier wat bij te brengen, man. Je zou me moeten helpen in plaats van een grote mond te hebben. Dus je hebt eigenlijk gewoon een lange vragenlijst met vragen over je persoonlijkheid. Er zijn eigenlijk al dat soort vragen. Stam daar 10 van in je fucking kop. Pak je, ofwel de Proust questionnaire. Pak die vragen uit gespreksdingen. Ja, die zijn natuurlijk altijd nog de beste, want die zijn van mij. Maar pak desnoods een vriendschapsboekje. Ga die vragen af. Ja. Stel gewoon vragen over haar persoonlijkheid. Stel geen vragen over feitelijke dingen. Mm-hmm. Dus niet, goh, wat voor werk doe je? Oh, ik ben een zuster. Oh, in welk ziekenhuis werk je dan? Oh, oké, en doe je dat al lang? Ja, dan krijg je feit. Dus geen vragen waar ze met één woord op kan antwoorden eigenlijk. Nou, het is dat is nog wat tricky, want dan krijg je een beetje dat open gesloten vragen ding. Ja. Maar soms bijvoorbeeld kan je wel mee wegkomen door een soort van gesloten vraag te stellen. Een ja of nee. Gevolgd door een waarom, ja. Dat is eigenlijk is dat mijn favoriete constructie. Van de, wat vind je belangrijker? Liefde of vriendschap? Of
Noem maar wat. Dat is echt een kutvraag, zeg ik. Ja, maar ik kan me gewoon volledig begrijpen dat chicks je helemaal opkicken. Ja, dat, vrouwen vinden dat soort dingen mooi. Van, heb je liever, wat meestal zegt ze, heb je liever veel seks of heb je liever veel vrienden? Ja. Het is... Ja, het is voor jou misschien wat lastig om te beantwoorden, maar... Ja, dat is allebei niet, hè? Sorry, dat was echt heel makkelijk. Maar je stelt inderdaad zo'n vraag, heb je liever veel seks of liever veel vrienden? Nou, dan krijg je inderdaad één antwoord. Seks. Oké, waarom? Dat is eigenlijk mijn favoriete constructie, zeg maar. Een vraag waarbij je een kort antwoord op geeft. En dan zakken je ze erin met de waarom erachteraan. En dan moeten ze uitleggen waarom. En zo kan je chick uren door laten praten. En de helft van de tijd sta ik zo van, oh oké, vertel. Of, je staat eraan te kijken, semi geïnteresseerd te doen, alsof je echt iets uitmaakt. Oh ja, vertel, leg uit. Ik heb allemaal dat soort informatiecommando's van leg uit, vertel, verklaar je nader. Al dat soort kleine dingetjes waarop zij wel verder gaan. Mm-hmm. Soms, wat best wel vaak voorkomt. Dat is inderdaad ook die, in die nieuwe video die we in Mensen op Meesterschap hebben gezet met die chick van A tot Z. Ja. Daar zijn ook een aantal momenten waarop ik ook oprecht zeg, ik weet daar echt niet wat ik moet zeggen. Ik weet niet hoe ik daarop moet reageren. Mm-hmm. Dus wat doe ik? Ik kijk er gewoon aan. En ik knik wat met mijn hoofd. Er is zoiets moois dan als je een chick gewoon vol recht aanstaart. Want het is alsof je, als er een ongemakkelijke stilte is in een gesprek. Dan is het eigenlijk zo dat die chick automatisch die ongemakkelijke stilte bij jou neerlegt. Dat is jouw verantwoording als man. En als je dan die ongemakkelijke stilte recht aanstaart. Er compleet cool mee bent en maar vol aankijkt. Voor 10, 15 seconden. Dan gaat die chick iets zeggen. En het grappigste is wat er dan uit haar mond komt is zo dom 9 van de 10 keer. Omdat ze het nooit meemaken, omdat de meeste gasten altijd de stiltes proberen op te vullen. Dus als een chick dan een keertje zelfs een stilte moet opvullen, dan heeft ze geen flauw idee wat ze moet zeggen. Dus daarover gesproken, laten we nu gaan naar dingen die je absoluut niet wil doen. Vertel, In de stilte springen als man. Van, stel je stelt een vraag aan een vrouw, daarna hou je je mond dicht. Je hebt je vraag gesteld en heel vaak zien we gasten bijvoorbeeld die zeggen van... stel, als je jou vraagt, wat is je favoriete vakantieland? En dan zegt ze, ja, ik denk Cuba. En dan is het van, oh, vanwege de zon, hè? Ja, en dat is wel leuk, hè? Want je houdt er wel van om een beetje op het strand te liggen, hè? Dat ze heel erg gaan aanvullen op de vragen. Of als die vrouw geen antwoord geeft, dat ze dan ongemakkelijk worden van een stilte en dan gaan zeggen, misschien meer een zonnig land of meer een sneeuwland. Dat ze gewoon eigenlijk bang zijn om navragen mond dicht te houden en te wachten op het antwoord. Ja, precies. Dan nog maar in gaan vullen. Tweede, echt grote ding wat heel veel gasten allemaal fout doen. Dat is haar niet uit laten praten. En dit is iets waarvan gasten nooit van zichzelf doorhebben. Al mijn coachingklanten die weten niet eens dat ze dit doen. Het is echt verschrikkelijk als je dit doorhebt, weet je. Je zit maar iemand te vertellen en blijf maar doorraten. En dan heeft die chick één ding gezegd en dan komen ze er weer overheen en dan gaan ze weer doorpraten. Als die chick alleen maar een kleine pauze van een seconde laat vallen, dan zeggen ze, oh oké. Okay. Of ja, of weet je, dat soort dingen. Van, ze hakken er constant op in. Terwijl, dat is echt heel slecht. Gewoon, wen jezelf gewoon aan, nadat een chick te praten heeft, 3 seconden stil te zijn. En dan nog 3 seconden na te gaan denken over wat het volgende is dat je gaat zeggen. De 3 seconden stilte is simpelweg omdat je haar constant onderbreekt. Gasten onderbreken haar. Iedere gast die ik als klant heb, die ik een audiorecorder ophang, die, als hij zich aan afloopt, terugluistert, denk je, what the fuck? Ik had echt geen idee dat ik dit deed. En als ze hem zelf eerst horen, horen ze het niet, dat ik zeg, oké, let op. Je onderbreekt haar hier, je onderbreekt haar hier, je onderbreekt haar daar. En het is een heel heftig ding. Mm-hmm. Dan komen we bij het derde ding, wat je niet wil doen, te snel praten. En daarmee bedoel ik nog niet per se het tempo waarin je spreekt, maar niet even nadenken over wat er uit je mond komt. Ja, dit is echt wel... Dit verbaast mij wel het meeste aan die video's van jou terugzien. Er is
je verneukt niks. Er is een reden waarom ik nooit iets verneuk in een gesprek. Dat is omdat als ik niet weet wat ik moet zeggen, hou ik gewoon mijn mond dicht. Als ik niet 100% zeker weet, oké, dit is het goede ding om te doen, dan blijf ik stil. Dan duurt het maar 10 seconden. Als ik 10 seconden wacht, gaat zij wel praten. Gasten zijn altijd bang dat een vrouw wegloopt als het 10 seconden stil is. Maar in werkelijkheid gebeurt dat eigenlijk niet, maar dan gaat zij wel praten. Dan pakt zij het lijntje wel over. Denk gewoon even kort na over wat wil ik bereiken met wat ik zeg. Als je jezelf dat aan kan leren, dan maak je geen domme fouten meer. Want eigenlijk iedereen weet altijd wel wat ze moeten zeggen in een gesprek met een vrouw. Iedereen weet dat wel. Maar wat er gebeurt is, een gast loopt naar een vrouw toe. Dan komt hij in een gesprek, dan gaat hij hak, 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 hak. Dan gaat alle ratio op en zo. Ratio, alles gaat eruit. Hij leert alles eruit, want hij denkt, oh mijn god, ik moet iets zeggen. Dus dan zegt hij maar iets, zegt hij allerlei stomme kutje. Dan loopt hij weg. Dan staat hij er 10 seconden te denken en denkt hij, oh, dat had ik moeten zeggen. Ja. En dat betekent dus dat hij wel weet wat hij moet zeggen. Maar niet doet. Maar hij neemt niet die 10 seconden rust die hij heeft op het moment dat hij bij haar wegloopt. Mm-hmm. Want iedereen weet het eigenlijk wel. Alleen ze nemen niet de tijd om erover na te denken van, wat is het goede ding om nog een keer te zeggen. Dus ik denk dat zijn eigenlijk de 3 ergste dingen die je fout kan doen. Ja, 4e ding, dat is altijd standaard doodzonde. Dat is gewoon saai zijn. 5e ding, te veel praten. Gewoon te veel over jezelf willen vertellen. Als een chick je een vraag stelt, geef je een antwoord. En that's it. Bijvoorbeeld, wat voor werk doe je? Ik ben een socioloog. En jij? En jij. En hup, je hebt het weer over haar. Alles in het gesprek kaats je terug naar haar. Je praat over haar, je praat niet over jezelf. Je hebt een soort van houding in het gesprek van, ga jij jezelf maar weer bewijzen. Oké. Laten we nog eentje pakken, denk ik, die heel gevaarlijk is. Ja. Is vrijwillig informatie geven aan een vrouw. Bijvoorbeeld zelf, ik zie het zelf van gasten, ze praten met een vrouw. Ze zegt, oh, met wie ben je hier? Oh, ik ben hier met mijn vrienden. Dan reageert die gast. Oh, ik ben hier ook met mijn vrienden. Blablabla. Ja, als een chick niet gevraagd heeft om informatie, geef je het haar niet. Je wil het hele gesprek door. Mm-hmm. Voor zorgen dat ze voor ieder stukje informatie wat je krijgt, wat het dan ook is, dat ze daarvoor moet werken, zeg maar. Ja. En gasten doen het altijd. Oh, hoe oud ben je? 20. Oh, wauw, ik ben 22. Heeft die chick erom gevraagd? Nee. Nou, hou dan je fucking bek dicht. Want je dat doet, op dat moment kom je heel try hard over. Alsof je heel hard je best aan het doen bent. Ja, het is een beetje die shit van dat ze vertelt. Ik ben op vakantie naar Cuba geweest. Van, oh, ik ook. En in Cuba heb ik blablabla. Ja, dat is heel leuk. Van, als een chick bijvoorbeeld dezelfde hobby heeft als jou, zegt hij niet, wauw, dat doe ik ook. En het doet gasten zoveel pijn dat ze dat niet mogen zeggen. Maar het is zoveel beter als je het gewoon niet doet. Ja, en vooral als je dan zelf naar vraagt. Van, wat is jouw hobby dan? Oh, ja, ik doe hetzelfde. Maar ik was bang dat je het gevoel zou hebben dat je saai was of zo. Omdat je ging praten over dezelfde hobby als het ware. Dus ik hield gewoon mijn mond dicht. Dan weet die chick al, hey, hij geeft niet de kans in om gelijk rapport te zoeken op het moment dat we iets gemeenschappelijk hebben. Mm-hmm. Wat iedere andere gast namelijk wel doet. Zodra hij ook maar iets gemeenschappelijk heeft met die chick, dan wil hij het uitmelken tot aan het altaar dat ze er staan, zeg maar. Ja. Laat dat nooit gaan. Terwijl een gast zoiets heeft van, oké, boeien, het zal wel. Dat zou helpen. Alright, cool. Heb je nog, misschien is het nogal eng leuk om te doen, van er zijn heel veel tips dating coaches en heel veel datingadvies over het gesprek gaande houden en hoe je moet praten met vrouwen, maar wat is nou echt iets wat je overal hoort, maar wat echt compleet fout is en wat je compleet niet wil doen? Ik denk de gevatte comebacks, dat is het ergste advies. Zoals die, dat was een keer dat we een keer een klant kregen hier die verschrikkelijke comebacks aan het maken was, die zo ongelooflijk awkward waren. Ja, van de... Heel vaak zie je van die dingen in datingboeken, mm-hmm, over soort van hele coole dingen die je kan zeggen of hele coole comebacks die je kan maken of
gevatte grapjes of dat soort dingen. Of grappige dingen om te zeggen. Als ze bijvoorbeeld zegt dat ze een vriend heeft. Of als ze zegt dat ze een ladies night met haar vriendinnen heeft. Als je je daaraan gaat wagen. Mm-hmm. Zeg maar, dan wordt het een soort van spelletje waarin je een soort van de wie is de beide handste gaat doen. En dat spelletje wil je niet doen. Want als je het wint, is de chick beledigd, loopt ze weg. En als je het verliest, denkt ze, ha, zie je wel, je bent een loser. Dus je wil nooit in een soort beide handen opmerkingen battle komen. Waarin het een soort van ego battle wordt van wie de beide handste is van de twee. Dat is de dat zijn valse adviezen. Ja, los daarvan, ik weet niet of ik ze echt nog moet benoemen, maar de meningvraagopeners met de hoi, sorry, wie liggen er meer, mannen of vrouwen? Ja, dus als je jezelf echt voor lul wil zetten, moet je dat doen. Dat is echt te triest voor woorden. Verder, ja, ik denk eigenlijk altijd alles wat je leest over wat mensen moeten zeggen is heel maf. Het is heel raar. Maar ik kan mezelf nog wel inzien van bijvoorbeeld die hele gekke lines met, oh, weet je, ah, leuk haar. Ja, is het echt of is het een pruik? Weet je, van, ik snap wel hoe dat kan werken, maar je moet het wel binnen een context passen van een normaal gesprek. Ja, en je hebt het gevaar dat mensen alleen maar die lines gaan onthouden en het alleen maar zo gaan doen, waardoor het heel snel, nou ja, het gesprek over is, om het slechts zeggen van, what the fuck is deze gast aan het doen? Ja, dan kijken ze een video van een gast op internet die 6 maanden lang op pad geweest is. 50, 60 vrouwen per avond heeft aangesproken met een camera erop. En vanuit die 50, 60 vrouwen is er dan 1 vrouw die geneukt heeft. Waarbij ze ook nog een situatie van 5 uur hebben ingeknipt tot een clipje van 3 minuten. Waarbij hij tegen die vrouw zegt, blaf als een hond. En dan stapt zij die club binnen en sleuren ze iedere vrouw aan haar arm. En ze, kom hier. Blaf als een hond, jij hond. Weet je, van, dan krijg je echt van die karikaturen van mensen. En, Hey man, laat ze lekker. Vertel het alsjeblieft niet. Het maakt het alleen maar makkelijker voor ons. Ja, dat is waar. Maar aan de andere kant, Eden is al zo lang bezig dat ik op een gegeven moment ook echt niet onder meer. Dat ik het gewoon sneu begin te vinden. Maar ja, weet je, pijn is groei. Laten we hierbij gewoon afsluiten. Oké, nou. Wij gaan de volgende podcast over hebben. Ik heb geen flauw idee, maar ik ben er de volgende keer wel weer bij. Oh, nou, dat is fijn te horen. Jij ook? Ja, denk het wel. Laten we dan afsluiten. Nou, tot volgende week, Tim. Zei je moeder ook. Motherfucker.